In deze aflevering van Hardware Info TV, een terugblik op het Mobile World Congress 2012. Welkom bij Hardware Info TV. Afgelopen week was in Barcelona het Mobile World Congress. Andere websites noemen die beurs ook wel een beetje denigrerend mobieltjesbeurs. Maar op zich dekt het de lading best aardig, want dat is het. Een beurs met heel veel nieuwe smartphones en heel veel tablets. Ja, maar het is inderdaad wel een klein beetje een enge vorm van de beurs weergeven. Want het is ook een heel business-to-business gedeelte. Oftewel, allemaal fabrikanten die zendmasten proberen te slijten. Ja. Maar inderdaad, mobiele telefoons, daar werd ook het nodige van aangekondigd. Ja, het is eigenlijk een beetje de beurs waar zo'n beetje iedereen, behalve Apple, in die wereld wel hun nieuwe modellen introduceert. Samsung, HTC, Sony, Nokia. Nou, we gaan ze dadelijk allemaal uitgebreid bespreken. Maar al die grote fabrikanten van mobiele telefoons en tablets hebben toch wel één of twee nieuwe modellen laten zien. Ja, ze laten in ieder geval allemaal wat zien. Ik moet wel zeggen dat de echt revolutionaire aankondigingen, die waren er niet zozeer. Er zijn er een paar geweest, daar gaan we zo meteen gelijk over beginnen. Ja. Maar het meeste nieuws was eigenlijk van tevoren toch wel uitgelekt. Ja, een van de allergrootste nieuwtjes, dat kwam van Nokia, want die zijn natuurlijk hard met Windows Phone bezig, maar die kwamen ook met een echt heel bijzondere telefoon. De 808 PureView, geen Lumia, want het is geen Windows Phone toestel. Het is nog een apparaat wat op Symbian draait. Dat is dan eigenlijk een beetje jammer. Ja, dat is wel iets van, Symbian leeft het nog, maar zo hard, er komen nog nieuwe telefoons. Ja, dat hebben ze dus gedaan om die nieuwe camera, want ze hebben dus een telefoon met een 41 megapixel camera ontworpen en gebouwd. En ja, dat krijgen ze nog niet helemaal lekker in Windows Phone gehangen, vandaar dat ze zeiden, ja, om het snel to market te krijgen, hebben ze dat nog op Symbian gedaan. Ja, maar het verhaal hierbij is echt, deze telefoon moet iedere compact camera overbodig maken. Daarvan zegt Nokia, hij is eigenlijk beter dan de gemiddelde compact camera. Ja, of in ieder geval, hij biedt veel meer mogelijkheden, want 41 megapixels, ja, dat klinkt als enorm marketing en dat is het voor een deel ook wel, want 41 megapixels is voor het maken van normale foto's eigenlijk nauwelijks nuttig. Ja. Maar wat ze noemen het dan ook PureView, en standaard maakt het apparaat foto's in 8 of 5 megapixel modus, dus hij gebruikt wel alle pixels, maar maakt er uiteindelijk een foto van die wat beter behapbaar is. Maar juist omdat ze zoveel pixels kunnen uitlezen, kan je voor zo'n 8 megapixel uiteindelijke foto, kan je gewoon meerdere pixels gebruiken voor elke uiteindelijke pixel. Een beetje een raar verhaal, maar het voordeel daarvan is dus dat je de ruis heel goed kan wegfilteren. Omdat de ruis is natuurlijk op elke pixel anders. En omdat de middelen, krijg je gewoon mooiere, cleanere images. En we hebben wat foto's van dit ding, of eigenlijk foto's gemaakt door dit ding bekeken. Ziet er inderdaad echt hartstikke mooi uit, laat dat gezegd zijn. Ik vraag me alleen een beetje af, ja, Symbian, is het ook als telefoon nu wel een prettig toestel? Nou, ik denk niet dat je van dit toestel aan zich heel erg blij wordt. Want ook die sensor is heel erg groot. Het lenselement wat ervoor zit is daardoor ook vrij dik. Dus het is absoluut geen moderne dunte qua telefoon. Hij is redelijk dik. Dit toestel is rondom de camera gebouwd. En er gaan ook Windows Phones mee komen. Wanneer is nog niet duidelijk. Maar je hoeft natuurlijk geen glazen bol te hebben om inderdaad die vervolgstap uit te denken. Ja, precies. En ja, het is wel echt heel tof, want het werkt dus wel goed. Want een van de voordelen is dus ook, omdat je zoveel pixels op je sensor hebt, kan je ook inzoomen. Je zoomt dan in op de sensor, maar je houdt gewoon meer dan één pixel sensor voor die uiteindelijke output. Dus je kan heel eind inzoomen, zowel bij video als bij foto, zonder dat je daarvoor een optisch lenssysteem hoeft te hebben. Ja. En waardoor je dus ook de fouten die in een optisch lenssysteem ontstaan bij zoomen, heb je niet. Dus dat is wel, het werkt heel goed. En omdat de sensor zo groot is, vangt hij ook nog steeds redelijk veel licht. Dus het is niet zo dat je veel minder licht hebt en daardoor juist weer meer ruis. Het ziet er wel echt een stuk beter uit dan wat we van telefoons gewend zijn. Ja, nou, genoeg over die PureView. Het belangrijkste bij Nokia is natuurlijk nu die overstap naar Windows Phone. We hebben vorig jaar al die introductie van de Lumia 800 en de Lumia 17 gezien. Hun eerste Windows Phone 7.5 toestellen, wat Nokia echt weer een beetje terug in de game moet brengen. En die reeks wordt uitgebreid met twee modellen. Eén goedkoper model en één duurder model. Ja, die 17 die is trouwens pas sinds net beschikbaar. Daar komt binnenkort ook een review van op onze site. En het is precies wat je zegt. Ze hebben nu aan de bovenkant de Lumia 900 erboven gezet. Nou, die lijkt eigenlijk heel erg op de Lumia 800. Is alleen wat groter. En heeft een grotere accucapaciteit. Zou daardoor ook wat langer op accu moeten werken. Maar is voor de rest in de basis eigenlijk hetzelfde ding. En aan de onderkant hebben ze de 16 geïntroduceerd. Ja, en dat wordt echt een instapper. Ik heb hem in handen gehad. Je wordt er als smartphone liefhebber niet heel erg blij van. Maar goed, het is gewoon Nokia's goedkoopste oplossing. Maar dit is echt een telefoontje. 250 euro max kost die los. Misschien dat het uiteindelijk nog wel wat minder gaat worden. Precies, dit is zo'n ding wat je ook gratis gaat krijgen bij abonnementen. En wat je met een prepaid kaart voor weinig kan gaan kopen. Maar wel gewoon een volwaardige smartphone. Want dat Windows Phone systeem draait wel op. En alle apps dus ook. Dus je kunt er wat meer mee dan met de gemiddelde telefoon die je gratis
gratis bij een knaakabonnement krijgt. Klopt. Een andere fabrikant die aardig wat nieuws te melden had, was het Taiwanese Asus. Ja, die hadden een grote persconferentie ook op maandagochtend en daar werd toch wel wat het nodige nieuws verteld. Allereerst was de CEO, die begon zijn praatje met de secreet van de PC era is over. Alles wordt nu vanaf nu cloud, always on, always connected. Ja, wat ook wel interessant was, is dat ze hun tablets, dus tot nu toe de iPad Transformers, die gaan ze renamen. Dat II, daar willen ze vanaf. Dus het wordt vanaf nu Transformer Pad. Ja. Dus bijvoorbeeld die onlangs geïntroduceerde Prime, dat wordt nu de Transformer Pad Prime. En ze hebben nog een aantal nieuwe modellen aangekondigd. Ja. Waarvan ze nu zeggen dat ze daadwerkelijk gaan komen, waarschijnlijk zo rond juni. En de interessantste daarvan is toch wel de nieuwe 700-serie, die Infinity. Ja, high-end tablet. Allereerst een full HD-scherm, dat is natuurlijk erg leuk. Maar vooral ook de processor is interessant. Er zit zijn nieuwe Qualcomm Snapdragon S4 in. Ja, ze noemen het dan Cortex A15 Class. Dat is niet helemaal waar, want Qualcomm maakt natuurlijk hun eigen implementaties van de ARM-architectuur. Ja, dat is de enige die niet de één op één die bouwblokken overneemt. Exact. Nou, Cortex A15 is eigenlijk de volgende generatie architectuur van ARM. Dat is die architectuur waarvan ze zelf zeggen dat die snel genoeg zou moeten zijn om zelfs in de serverwereld met Intel en AMD te gaan concurreren. Nou, als dat gaat lukken, dat moeten we nog zien. Maar het is in ieder geval duidelijk weer een stap boven de Cortex A9 die we nu in de meeste ARM-chips zien. Qualcomm heeft iets wat lijkt op de Cortex A9, dat noemen ze de Scorpion Core. Dat zit in alle huidige Qualcomm chips. En dit is dus die Create, dat moet dus sneller worden. Precies, ja, er zijn al wat benchmarks uitgelekt en daar blijkt inderdaad ook dat de dual core versie van die Snapdragon S4 zich heel aardig kan meten met de Tegra 3, wat natuurlijk een quad core processor is. Ja, we moeten het nog precies gaan zien. Er komen verschillende versies van die Snapdragon S4 met verschillende GPU's, van die verschillende Adreno versies. In de praktijk zal het moeten gaan uitwijzen. Maar in ieder geval, ja, het feit dat Asus deze in een high-end tablet gebruikt, zegt toch wel dat ze daar in ieder geval goed vertrouwen in hebben. Ja, en dan eindelijk meer nieuws over de Asus Padfoon. Dat ding zagen we voor het eerst vorig jaar juni op Computex, maar toen was het echt nog een mock-up en deed het nog niks. Tijdens CES hebben we hem eigenlijk voor het eerst daadwerkelijk werkend gezien. En nu moeten we toch langzaam een beetje op een punt komen dat het product daadwerkelijk ooit op de markt gaat komen. De telefoon en tablet in één. Ja, want dat is het idee van die Padfoon. Het is een high-end telefoon met een mooi Super AMOLED Quad HD scherm. Ook weer die Snapdragon S4, dus een razendsnelle dual-core processor erin. Maar op het moment dat je thuis komt en je wil een groter scherm, dan steek je hem in een domme tablet eigenlijk. Want in die tablet zit niet veel meer dan wat aansluiting, een scherm en een extra accu. En op het moment dat je hem erin steekt, neemt hij dus de logica uit de telefoon over. Maar heb je een tablet in handen? Ja, maar dan heb je dus ook eigenlijk alle bestanden per definitie hetzelfde op je telefoon als op je tablet. En je kunt zelfs aan het transformeren blijven, want die tablet met telefoon erin, die kun je dan weer op een dock plaatsen met toetsenbord. Dan heb je eigenlijk weer een soort netboek. Ja, dat is eigenlijk een van de dingen die ze hier op de beurs voor het eerst lieten zien, dat er dus ook zo'n keyboard uitkomt. Nou, dan heb je dus feitelijk dezelfde functionaliteit als die we van de Transformer tablets kennen. Ja. Een derde leuke ding is dat er ook een pen voor beschikbaar komt. Nou, daar kan je niet alleen mee op het scherm schrijven, maar daar kan je ook mee bellen. Want het is gelijk een Bluetooth handset met een klein speakertje en een microfoontje. Want ja, op het moment dat je je telefoon in die tablet hebt zitten, kun je natuurlijk niet handig meer gaan bellen, behalve handsfree. Ja. En dat heeft Asus dus opgelost door zo'n klein pennetje als handset mee te leveren. Ja, en pennen die zijn natuurlijk sowieso weer ineens helemaal modern. Want toen we allemaal de touchscreens kregen, waren we blij dat we eindelijk van die pennetjes verlost waren en gewoon met onze vingers aan de slag konden. Hebben we natuurlijk al Samsung met de Galaxy Note, het toestel met een pennetje erbij. En die komen ook met een grotere variant ervan, de Galaxy Note 10.1. Maar dat is eigenlijk geen telefoon, dat is gewoon weer een echte tablet, maar dan met een pen. Ja, heel de stand van Samsung ging eigenlijk, het stond helemaal vol met It's 10.1, It's a Galaxy Note. In eerste instantie was het niet helemaal duidelijk wat de message nou precies was, maar het komt erop neer dat Samsung gaat nu Galaxy Note eigenlijk positioneren als high-end tablets. Dus niet alleen op het groot formaat, dus niet alleen op 10.1, maar ook op kleinere formaat, zoals we bijvoorbeeld die 5-inch versie hebben gezien als telefoon. En het idee is eigenlijk dat het gewoon een tablet is, maar dan met een pennetje erbij. Ja, het klinkt misschien een beetje cynisch, maar ik heb bijna het gevoel dat ze de pen erbij stoppen om zich op een punt te differentiëren van Apple. Omdat Apple natuurlijk met de iPad geen pen heeft. Zijn er nou echt dingen die daadwerkelijk veel handiger gaan met een pen? Nou ja, dingen als notities maken en tekenen. Ze hadden daar heel de dag tekenaars zitten die dan mensen aan het tekenen waren. Dat werkt gewoon goed. En zo'n pennetje kan handig zijn, maar voor de meeste applicaties werkt het uiteraard gewoon handiger om met je vingers te werken. Ja. Wat je wel ziet is dat Samsung gelijk de Galaxy Tab range eigenlijk een beetje down positioneert. Dus een beetje goedkoper gaat maken. Want er is ook een nieuwe Galaxy Tab
10.1 aangekondigd. Nou, qua hardware is die eigenlijk gewoon precies hetzelfde als de huidige Tab 10.1, dus nu gewoon Tegra 2. Draait alleen wel op ICS en heeft nu aan de zijkant een iets groter randje. Eigenlijk wat we al kennen van de Galaxy Tab uit Duitsland, waar ook speakers in zijn verwerkt. Ja. Ja, en Samsung zegt zelf niet dat het zo is, maar het heeft er ongetwijfeld veel mee te doen om rechtszaken met Apple ook te voorkomen in de toekomst. Ja. En de Galaxy Note is wat hoger gepositioneerd, dus die heeft een pennetje en die heeft als extra ook zo'n eigen processor, zo'n Exynos 1,4 GHz dual core. Maar ik denk dat er van Samsung nog wel meer zit aan te komen, want eigenlijk was dit niet heel erg spannend. Nee, want we hadden gehoopt op de Galaxy S3, nieuwe high-end smartphone, die is hier niet geïntroduceerd, dus daar moeten we nog iets langer op wachten. Wel wat budgettoestellen van Samsung, maar ja, dus op smartphone vlak eigenlijk niet echt heel erg groot nieuws. Nee, hier zie je trouwens nog eventjes een fotootje van die nieuwe Galaxy Note met die bredere rand aan de zijkant met daarin de speaker. Ja. Ja, en op het telefoongebied was het meest interessante model was eigenlijk de Galaxy S Advance. Dat is de opvolger van eigenlijk van de eerste Galaxy S en de Galaxy S Plus die er achteraan zijn gekomen. Wordt dus een mid-range model, weer met een goed scherm, 4 inch AMOLED. En die nu met een 1,0 GHz dual core processor in plaats van een single core. Ja. Tja, ik weet niet of die in alle gevallen sneller gaat zijn als de vorige, want die had een 1,4 GHz single core. Dus dat moeten we gaan zien. Maar ja, de Galaxy S3 die komt wel zeer binnenkort. Wordt waarschijnlijk begin van het tweede kwartaal, maar daarover wilde Samsung echt nog helemaal niks kwijt. Oké, nou, een fabrikant die er echt weer helemaal zin in heeft is Sony. Heeft op de CES lieten ze al de Xperia S zien. Die Xperia S heeft nu twee broertjes gekregen. Een Xperia P en een Xperia U. Ja, ze hebben echt aangegeven, nou, met deze toestellen willen wij die markt van Android smartphones echt gaan veroveren. Ja, het zijn mooie toestellen allemaal. Die S is een 1,5 GHz dual core apparaat met een HD scherm. Dus 1280x720, echt een mooi scherm. Kijk ook niet helemaal perfect, maar voor de rest niks op aan te merken. Eigenlijk het leukste model, dat vind ik die P, dat is het midrange model. Die heeft iets langzamere processor, nog steeds wel dual core. Maar het leukste daarin is dat die en een unibody heeft. Dus een zo'n stevige, uit één metalen deel gemaakte behuizing. En een scherm met een extra witte pixel, White Magic noemt Sony dat. En het voordeel daarvan is dat je hem ook onder heel heldere verlichting nog goed kan aflezen. Ja. Ja, op de beurs lieten ze dat dus zien onder heel heldere TL-verlichting en dat zag er inderdaad goed uit. Je ziet het al bijna op deze foto, dat die middelste echt gewoon het mooiste scherm heeft. Dan nog die derde, dat is eigenlijk een beetje de instapper, de Xperia U. En ook echt gewoon bedoeld, ik wil niet zeggen van doelgroep van kinderen, maar wel bijna, want verwisselbare fontjes en het transparante deel, dat kleurt mee met de foto's. Ja, een soort Ambilight, dat mag je bij Sony natuurlijk niet zeggen, maar inderdaad, in die transparante rand zitten LED's die meekleuren met wat er op het scherm gebeurt. Ja. Ook een leuk toestel, maar qua specs niet zo heel erg spannend. Ja, dan LG. Die hebben bij hun Koreaanse vrienden van Samsung over de schutting gekeken. Zagen daar een Galaxy Note en dachten, hey, zo'n grote smartphone, dat kunnen wij ook. Ja, die maken dus de Optimus VU. Je ziet hem hier aan de linkerkant naast de Galaxy Note, 5-inch scherm. Heel mooi IPS-scherm. Maar voor de rest worden we er niet heel erg blij van. Het apparaat draait nog op Android 2.3, is vrij langzaam en net wat breder als de Galaxy Note. En daardoor eigenlijk te lastig in de hand houden. Ja, hij is 4x3, hè? Dus de schermdiagonaal is wel hetzelfde. Ja. Maar je moet je vingers eigenlijk nog verder uit elkaar houden om hem vast te kunnen pakken. Hij is ook 1024x768, daar zijn apps niet echt op bedoeld op dat formaat. Nou, we hoeven er ook niet te lang over te praten, want hij komt niet naar Europa. Het is een LTE-toestel. Ja, deze komt wel. Ja, dat is de 4X HD. Dat is eigenlijk hun nieuwe high-end telefoon. Die draait op Tegra 3. Super mooi scherm. We moeten wel zeggen dat de versies die op de beurs stonden, draaiden allemaal andere softwareversies. Ja. En dat zou overduidelijk nog niet klaar. Nee, en ook vrij buggy nog. Dus ik hoop dat ze daar wel nog aan de software flink gaan sleutelen voordat die uitkomt. Maar dat wordt dus ook, qua uiterlijk vind ik het niet de meest spannende telefoon ooit. Maar het wordt gewoon een mooi toestel wat ongetwijfeld retensnel gaat worden. En dat hele 5-inch verhaal toen die eerste Galaxy Note op de markt kwam, dat was iets van, moeten we hier met z'n allen aan gaan wennen? Nou, klaarblijkelijk, want LG gaat het ook doen. En Panasonic gaat dat ook doen. Nou, is Panasonic nou niet echt een merk wat ik direct met smartphones associeer. Maar ja, die willen toch ook een graantje gaan meepikken in de hele Android-markt. Twee weken geleden introduceerden ze ineens de Eluga, de waterdichte telefoon. En nu komen ze met de Eluga Power, de grotere versie. Die heeft dus een 1280x700, 720 scherm. Ook 5 inch, maar dan dus inderdaad in breedbeeldverhouding. En je ziet hem hier wederom naast de Galaxy Note. Hij is gewoon in alle kanten net ietsjes kleiner. En dat ziet er wel uit als een heel mooi toestel. Ook weer met de Snapdragon S4 processor. Ja. Dus dat belooft ook echt een hele mooie, snelle smartphone te gaan worden. Ja, de vraag is alleen of het ze gaat lukken om dat echt op een succesvolle manier te introduceren. Want ja, ze sluiten natuurlijk wel achteraan in het rijtje. En ook Panasonic moet gaan doen wat al die andere fabrikanten al hebben gedaan met alle KPN's en Vodafone's van deze wereld. Natuurlijk, dat zal een lastig verhaal worden, maar qua hardware ziet het er in ieder geval echt als een prachtig mooi toestel uit. Ja. En dan HTC, natuurlijk ook een van de belangrijkste fabrikanten van Android toestellen, kwam met een complete nieuwe range, de HTC One.
Nou, ze beweerden zichzelf opnieuw uitgevonden te hebben. Nou, het is allemaal de mooie marketing pre-praat zoals ze dat gewend zijn. Ja. Maar je zit er toch wel wat aardige toestellen bij. En belangrijk is ook, ze zien er in het echt nog mooier uit dan op de foto. Ja, dat was ook wel even nodig, want HTC heeft vorig jaar echt een enorm pak slaag van Samsung gekregen. Ze zijn enorm in marktaandeel gezakt, in ieder geval in Nederland. Ja, de nieuwe toestellen zijn nog steeds wel als HTC herkenbaar, vind ik. Maar ze zien er wel echt veel beter uit als die van vorig jaar. Die One X, die nieuwe. Ja, mooie, dat is het topmodel, hè? Dat is een nieuw huidige topmodel. Ook weer met een TGA3, dus met een quad-core processor. HD-scherm, super mooi. Matte afwerking. De foto doet eigenlijk nauwelijks recht aan het toestel, want het ziet er echt heel erg mooi uit. Dus ja. wat dat betreft zeker een stap voorwaarts bij HTC. En een nieuwe interface zit erop, want het is natuurlijk Android Ice Cream Sandwich, versie 4.0, maar ze hebben daar ook versie 4.0 van hun Sense interface bovenop gezet. Nou, de directeur van HTC zei al dat ze eigenlijk, ja, dat hele Sense, hun eigen schil, daar zijn ze een beetje in doorgeslagen. Dat had op een gegeven moment zoveel functies en zoveel toeters en bellen, dat eigenlijk niemand meer wist wat het allemaal kon en hoe ze het moesten gebruiken. Het is nu allemaal een beetje een stapje terug. Het lijkt eigenlijk wat meer op stock Android, maar less is more. Daardoor werkt het wel gewoon prettiger en beter. Ja, dat is het idee. Want Sense 3.5, daar was echt alles ingeduwd en daar bleven ze maar dingen bij duwen. Dat werd echt een logge laag, waardoor ook het updaten van de telefoon duurde gewoon langer, omdat ze elke keer dat Sense weer erin moesten klussen. Ja. Ja, Sense 4, je ziet nog steeds wel dat het geen standaard Android is, want het is dus, ze draaien allemaal op Ice Cream Sandwich, deze toestellen. Ja. Maar het is weer functioneel, dus ik verwacht daar wel veel van. Ja. Wat trouwens ook nog wel leuk is, dat midrange toestel, de One S, dat is ook echt een toffe telefoon. Daar zit ook weer zo'n Snapdragon S4 in, dus een snelle processor. En die is met een soort geanodiseerde afwerking bewerkt. Dus het is aluminium wat onder hoogspanning is gezet. En daardoor is er een oxidelaag opgekomen die keihard is. Dus het ziet er niet alleen mooi uit, want het is ook weer een matte afwerking. Maar het zou ook heel erg slijtvast moeten zijn. Ja. En wat HTC dit jaar ook heeft gedaan, een laatste punt waar ze echt op hebben ingezet, is de camera. Dus de camera's zijn veel lichtgevoeliger als die van vorig jaar. Ze starten sneller op en kunnen sneller foto's maken. Binnen een seconde werd zelfs gezegd. Dus als je gewoon wat leuk ziet, camera uit je binnenzak, klik en binnen een seconde kun je een foto maken. Dat is toch wel iets wat eigenlijk smartphones van de vorige generatie gewoon echt niet konden. Ja, je ziet dat iedereen daar wel een beetje op inzet. Want ook Sony heeft daar dus een punt van gemaakt dit jaar, dat die camera beter moet. Nou ja, Nokia hebben we het al over gehad. Dus dat is wel echt een mooie ontwikkeling wat mij betreft. Ja. En dan Fujitsu, ook een Japans merk. Zou ik associëren ook niet heel snel met smartphones. Maar die hebben ook een modelletje laten zien. Maar als ik toch heel eerlijk ben, over smaak valt niet te twisten. Maar dat ding is niet erg mooi. Nee, en hij komt waarschijnlijk ook niet naar Europa. Ze noemen het zelf de Ultra Spec. Ook weer een Tegra 3 met HD-scherm. Ja. Ik denk, ik zet hem er even bij, want het is ook weer een Tegra 3 telefoon. Ja. Voor de rest lieten ze heel veel telefoons en tablets zien die waterdicht zijn. Zowel op Android als op Windows Phone. Ja. Maar bij allemaal was het verhaal dat ze niet wisten of ze naar Europa kwamen. Dus het is leuk, maar voorlopig gaan we er nog niet al te hard aandacht aan besteden. Ja, en wie wel degelijk naar Europa komen, de vraag is alleen wanneer en met hoeveel geweld, is Huawei. Dat is een merk waar misschien nog niet heel veel mensen van hebben gehoord, maar ja, wij noemen het hier altijd een beetje de Cisco van China. Dit is echt een onwijs groot telecombedrijf. Het is zelfs zo dat als je in Nederland naar de telefooncentrales van de KPN's en de Vodafone's en de T-Mobile's gaat kijken, daar van de Huawei er zit heel veel Huawei spul in. Dus dit is wel echt een partij om rekening mee te houden. En die willen nu eigenlijk onder eigen naam ook gewoon die consumentenmarkt gaan veroveren met smartphones. Ja, en ze lieten een paar echt hele mooie modellen zien. Waarvan het topmodel, dat is de Ascend D Quad. Dus ook weer, zoals de naam al zegt, een quad-core telefoon, HD-scherm. En het leuke daarin is dat ze een eigen processor gebruiken, de K3 V2. Lijkt als we de specs zien, voor zover die ons duidelijk zijn, heel erg op de Tegra 3. Maar de demo's die ze draaiden lieten zien dat het toestel echt heel erg snel is en ook mooi dun. Ja. Dus wat dat betreft echt ook, de Huawei, daar hebben we wel hoge verwachtingen van. Ja, dus het feit dat je heel groot bent, natuurlijk geen garantie voor succes in de IT-markt. Hebben we dat bijvoorbeeld gezien met het bedrijf Foxconn, wat zo'n beetje alles maakt qua IT, maar het onder eigen merk nog steeds niet echt lukt om van de grond te komen. Huawei lijkt eigenlijk op, is dan een Chinese fabrikant. Nou, of het ze gaat lukken, we weten het niet, maar in ieder geval om in de gaten te houden. En ze zijn niet de enige Chinezen die komen, want ook het merk ZTE, dat komt ook. De toestellen die hun lieten zien, toch wat lager. Ja. We hadden ook een mega stand, ook een Chinees bedrijf weer. Dus ja, de toestellen die ze lieten zien, werden we niet heel erg enthousiast van in eerste instantie. Maar ook zij hebben grote plannen voor Europa. Zij weten niet per se wanneer hun toestellen naar Nederland komen. Maar ook ZTE komt eraan. En wat dat betreft is het wel duidelijk dat na in eerste instantie de Japanners, toen de Koreanen, nu ook echt de Chinezen aan de beurt zijn om de boel te gaan overnemen. Ja. Alles bij elkaar, toch wel aardig wat nieuws. Eigenlijk heel veel Android, wat minder Windows Phone. Ja, eigenlijk afwezig. Ik bedoel, we zijn er even overheen gestapt. Alleen de nieuwe Lumia toestellen waren echt Windows Phone. Fujitsu liet ook nog wat Windows Phone zien. Voor de rest was het echt heel erg stil rondom Windows Phone. En dat is eigenlijk toch wel jammer, want de markt kan wel een goede tegenhanger voor Android gebruiken, wat mij betreft. Ja, maar in ieder geval al deze toestellen ergens in de loop van dit jaar moeten ze op de markt gaan komen.
En uiteraard gaan we dat bij Hardwave op de voet volgen. Dit was Hardwave voor TV voor vandaag. Bedankt voor het kijken. En vergeet niet, iedere maandag, woensdag en vrijdag zijn we dan met nieuwe afleveringen. Dus tot snel.